Ja, ik heb op 11-jarige leeftijd, 12-jarige leeftijd, en op 12-jarige leeftijd een fietsongeval gehad. Ik reed achter een vader met een, die op zijn fiets, de bagagedrager van zijn fiets, een jongetje had. En de voetjes van dat kind zijn in de spaak van het rijwiel geslagen. Dat kind is natuurlijk beginnen huilen. Ik ben waarschijnlijk tegengereden, maar ik weet eigenlijk niks meer van het ongeval. Ik heb dus, ik zit al zien, bij de tweede ervaring was ook die een totale blackout daar. En ik ben, volgens de omstanders dan, gewoon gevallen op mijn hoofd. Enfin, omvergevallen op mijn hoofd. En ik had een ademstilstand. De dokter zei dat er ook een hartstilstand kon geweest zijn, maar die dokter, ik heb chance gehad ook, die dokter woonde daar recht over, aan de andere kant van de straat, die is heel snel gekomen. Ik heb ook chance gehad dat toen een Rode Kruisvrijwilliger daar was, die heeft mij de eerste beademing toegestaan. En ja, dan, men heeft me naar huis gebracht, de vaststelling was een lichte hersenschudding. Maar dan is er iets anders gebeurd tijdens die blackout, ja, heb ik dat licht gezien, dat totale licht. Ik was onmiddellijk in dat licht gesmeten. Dat was een fantastisch, fantastisch zalige ervaring. En ik reed de elling. Van het vlak van een keer reed de elling omhoog en zo, langs de binnenbaantjes, reed ik terug naar Brendecoont. Dat was om 6 uur 's avonds. Ik heb mijn boterham gaan eten. En totaal onverwacht aan een kapelletje heb ik de weg overgestoken. Wat ik nu vertel is ook van horen zeggen, want ik zit met een totale blackout van ongeveer een kwartier telkens. En de weg overgestoken tegen zo'n driehoekig paaltje gebost met oranje-wit. Over mijn fiets ingestuikt, tegen een muurtje van de voortuin, waar grof grind lag. En dat heel mijn gezicht lag open, was opgescheurd. Wat allemaal. Het is allemaal genaaid, maar je ziet, alles is weg, vertel ik nadien naar niet. En ik lag daar en dat was juist aan het huis van de gendarme. Hij heeft onmiddellijk de 900 opgebeld en ik ben, de kliniek was niet zo ver, nog geen 500 meter vandaan. Hij heeft mij daar naartoe gebracht. Dat is wat men mij verteld heeft. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd tijdens die blackout? Zoals bij de eerste keer ben ik terug in het licht geprojecteerd geweest. Dat was gewoon fantastisch. En als je spreekt van het licht, is geen wit licht, helder licht. Niet waarneembaar licht, maar echt helder licht. Dat is gewoon met dat gevoel van zaligheid, van absolute liefde. Van tot alles en niets te zijn ook. Dat is een buitengewoon gevoel. En ik wil verder gaan. Dat was zo mooi, ik wil daarin verder gaan. En ik botste eigenlijk op een ontastbaar waas, wat het is, weet ik niet. Het was geen venster, het was niet. Dus. En ik werd achterover gesmeten. En dat licht dat helder was, werd wit, geel, okerbruin, bruin, zwart. En ik viel zo terug in de tunnel, in een zwart gat. En ineens ben ik aan het plafond van de reanimatiezaal waar men mij naartoe gebracht had. En ik lag daar. En ik zeg daar een stoffelijk overschot liggen. Ik had mezelf nog niet herkend. Ik had een stoffelijk overschot liggen en daar stond links de dokter en rechts de infirmière in het groen gekleed. Om 6 uur 's avonds van de spoed. En één keer, dat is mijn lichaam. Heb ik daarin. Het enige wat ik toen nog gehoord heb, il est de retour, hij is terug.
En dat is, ja, voor mij was dat het van nut. Ik wou daarover vertellen. En mijn ouders, ja, 1956, wat wilt u? Die zeiden, ja, als u dat verder over vertelt en blijft vertellen, geraaskeld, we gaan nu... Dat was zo erg gewoon in het verbeteringsgezicht steken. Want ik had ook al daardoor gedrag, lichte gedragstoornissen. Ik was veranderd teruggekomen in een wereld die niet veranderd was. Er zijn een paar ingrijpende veranderingen gebeurd in mijn leven. De eerste, toen ik erover sprak met mijn vrouw, die wou het absoluut niet geloven. Dus uitgelopen met de scheiding. Een tweede punt dat veranderd is, ik heb de politiek een ferme schub in zijn achterwerk gegeven. Dat was ook gedaan. Dat de politiek was voor mij ene kunstmatige leugenboel geworden. Nog altijd. En nog meer en meer wat ik zie wat er gebeurt. Bezit is niet meer belangrijk. Ik bezit hier alles. Ik heb hier alles. Waarom moet ik dat bezitten? Het begrip bezit is voetje geworden. Ik weet dat ik overal waar ik ga, kan ik leven. En zelfs goed leven als het nodig. Ik vraag dat gewoon. En ik heb hier ergens iets wat mijn engel bewaarde wordt genoemd, of wat men er ook, welke benaming maar ook aan geeft, maar het doet er niet toe. Ik weet, als ik iets vraag, gebeurt het als ik het nodig heb, als ik het echt nodig heb. En dan krijg ik het. En dan weet ik nu, het feit dat als ik iets krijg, dat ik het echt nodig heb, dat dat deel uitmaakt van mijn leven na. En heel belangrijk. Dus wat er ook gebeurt is ook, ik heb, ja, op een gegeven moment komt er iemand bij mij en die zegt, ja, maar hij kunt genezen met uw handen. Dus ik heb dat geprobeerd. En inderdaad, in bepaalde gevallen lukte dat. Ik ben er niet verder op ingegaan. Maar als ik in omstandigheden was waar ik mensen kon helpen, deed ik dat. Wanneer je over de liefde spreekt, kan die maar tot zijn recht komen wanneer die aanvaard wordt. Maar we zijn nog verder daarvan. We zijn nog verder van de aanvaarding van de liefde zoals ze echt is. En als er figuren in de wereld gekomen zijn, een Christusfiguur, een Boeddhafiguur enzovoort, die waarschijnlijk gelijklopende ervaringen gekregen hebben, zoals bijna door zijn vaders, waarschijnlijk, zet daar absoluut geen andere gevolgtrekkingen uit, dan zeg je, ja, dat zijn dat zoveel tekenen aan de wand, alstublieft, dat zijn... Begrijp dat toch een keer. Maar wat is er gebeurd? Al die godsdiensten hebben aanleiding gegeven tot oorlogen. Waar is die liefde? Elke beschrijving die je gegeven heeft, is een benadering van wat liefde is. Het geeft ook de beperktheid weer van de liefde waarin wij hier leven. Laat staan dat wij hier die totale liefde kennen. Waarom zou die beperktheid nog nodig zijn? En dat is het. Dus een keer dat je kinder bent, dus vrouw, kind, kraai, dat speelt allemaal geen rol meer. Doe je er maar voort in jullie stoffelijk bestel dat jullie gegeven is. Jullie beperktheid die jullie gegeven is. Maar die liefde zelf is, inderdaad, je kunt bepaalde assimilaties gebruiken. Ze zeggen ook onvoorwaardelijke liefde. Maar wat is onvoorwaardelijke liefde? Je kunt die niet beschrijven. Het is een ontastbaar gegeven, maar dat een reële werkelijkheid is. En daar is er veel mensen moeilijk mee, met die reële werkelijkheid die niet kan beschreven worden in causale termen waarin die wij gebruiken. Oorzaak- en gevolgtermen dus. Maar dat is onbeschrijfbaar. Het is alleen
voor degene die het gekregen heeft, een ervaringsgegeven. En voor degene die het dus gekregen heeft, is dat een fantastisch cadeau. Op het ogenblik heb ik niet de woorden, nog bijna, zeg bijna 99,99% van de bijna doodstrijdfase hebben niet de woorden, moest zo zeggen 100%, hebben nog niet de woorden om die bevattelijkheid mee te delen. Dat kom, ik ben wel van overtuigd en ik hoop het en ik zou zeggen op mijn manier bid ik dat dat een dag mogelijk wordt. Maar dan krijg ik als antwoord, als je sterft is het mogelijk, als je lichaam achterlaat. Het is voor de andere dimensie, voor het andere. Men noemt het dimensie, maar het is geen dimensie, het is hetzelfde zijn als hier. Terwijl ik weet nu zeer goed, ik ben teruggekomen om de beperktheid van dat vierdimensionaal systeem waar we zitten verder uit te leven. Een soort, is dat misschien mijn wens geweest om in die als ontastbaar geestelijk iets, hè, het is moeilijk te beschrijven, want er zit een heel pak dat wij niet kunnen uitdrukken, dat we niet kunnen beschrijven, gewoon omdat de referentiekader die ontbreekt. Hoe wil je dimensieloze pakken in een vierdimensionaal systeem? Hoe ga ik de smaak van chocolade uitleggen als je nooit chocolade gegeten hebt? Enzovoort, er zijn een heleboel zaken. Als je niet weet wat het is, probeer je terug te brengen tot wat je weet wat het is. En dat is de fout van veel wetenschappers trouwens ook. Angstige en niet-angstige wetenschappers, valt dat erbij? Angstige en niet-angstige mensen. Maar die beperktheid te beleven, nu ben ik ten volle bewust van de beperktheid van ons systeem, hè? Van ons kosmisch geheel. Het is maar een klein dingetje in het geheel. De kosmos die zo gezegd oneindig, die is oneindig, maar de kosmos die wij kennen is maar een klein dingetje in het geheel, dat heb ik ervaren. Dat is ook een cadeau dat ik gekregen heb op dat vlak. En dan zeg je, probeer dat te beleven in die toch uiterst specifieke systeem dat de aarde is. Als ik kan ik terug, zou ik dan willen naar terug gaan. Ik heb absoluut geen schrik voor dat sterven. De manier waarop misschien wel, maar bon. Ik vermoed wel dat ik langzaam kan gaan sterven, dat is niet de tijd ervoor rijp is. Zullen we wel zeggen, allee, kom manneke, je hebt genoeg in dat stoffelijk gedoe rondgelopen, dus. En ik moet nog wel me terugroepen. Maar die heimwee is ook vooral van, bon, ja, iets van, waarom is die liefde hier niet aanwezig? Waarom is die gelukzaligheid hier niet aanwezig? En dat is heel die tegenstellingen die wij kennen tussen goed en kwaad. En dan stilgezegd heb ik dat ook laten begrijpen. En dat is één van de gevolgen van wat mij is medegedeeld. Ik heb waarschijnlijk mijn instand gehad, waar mijn pakket dat nu geopenbaard wordt, stilgezegd aan en geleidelijk aan trouwens, hè? Door de jaren heen, want het is net als ik het nodig heb, is het daar. Dat vind ik fantastisch en ik heb er ook moeten leren mee omgaan in het begin. Ik moest dat hebben. Nee, hier neemt u tijd. Haast en spoed is zelden goed. Dat kwam zo meer en meer naar boven. En inderdaad, dat is zo. Alles gebeurt in de tijd die daarvoor geschapen is. Niet vroeger, niet later. Wij willen de tijd forceren. Je forceert de tijd nooit. Want de tijd die wij hier kennen is elke seconde tik, 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 tik. En die gaan niet rapper en niet trager. Maar schrijft altijd voort. Terwijl in dat dimensieloos is er geen tijd. Er is geen ruimte. Het is.
Vergeet niet dat bijna alle godsdiensten, hè, als gezondigd gaat je naar de L. Pak je dat. Het angstprincipe, waarmee je dood, wat is een typisch menselijk gebeuren. Het goddelijke, die goddelijke liefde, kent dat niet. Die liefde is. Die moet niet geven, die moet niet nemen. Zij is. En dat is het fantastische van die ervaring van bijna doodservaders. Die liefde is zo subliem. Hè? Die is niet persoonsgebonden, die is niet gebonden aan tijd, die is niet gebonden aan een plaats, niks aan niks, is gewoon zij is er. En als je dat kunt inbrengen in de geest, als je op die manier kunt communiceren met de geest van het lichaam dat voor jou zit, slaat je erin van te denken, je kunt je rustig weggaan. Je kunt jezelf vragen, oef, allee, het is tijd, kun je mij een beetje vroeger laten gaan? Maar ik ben er reeds voor. Zie je? Je komt terug in dat lichaam met een perceptie die veranderd is. En hoe moet je die perceptie waarmaken? Hoe kun je verder leven daarmee? En in het begin, dat ik straks ook uit, dan kom terug, heb dat elitair gedrag van waar ik nu de artikel over geschreven heb, dat elitair gedrag van die mensen, die zeggen, kijk, ik heb iets buitengewoons beleefd, die sublieme liefde die bijna niet te vertalen is in ons vierdimensionaal systeem. En ik voel me daardoor verheven. En men kweekt dan een soort elitegedrag aan. Maar dan zegt je ook, maar pas op, dat manneke, je komt terug in een beperkt tijd. En je krijgt dan stampen onder je gat. En serieuze stampen. Hè. En dan straks zei bon, het begrip, een paar begrippen aangehaald. Ik zei, maar de woorden zijn heel duidelijk, maar over wat zij er bezig? Maar wij, als we met elkaar spreken met de doodservaders, die diepe beleving gehad hebben, dan weten wij. Wij hebben een overlevingsinstinct. En de overlevingsinstinct is heel sterk bij veel mensen. Hè? Zodanig dat zij zo vasthouden aan alles wat materie is, want het is het enige wat ze echt kennen. He? Wanneer ik de mensen kan doen begrijpen dat die materie niet zo belangrijk is, dat ze dat kunnen loslaten, dat ze dat, hoe dan ook. He? Maar ze willen altijd en onder wij moeten zoveel mogelijk levens redden, maar we moeten eigenlijk stof, overlevingskansen redden. He? Maar het gaat niet, als je zegt, ik wil eruit stappen, stap eruit. Dat is ook de reden waarom mensen euthanasie vragen. Ik kan het niet meer, of het wel is van de pijn, of het wel. Het is genoeg geweest. Meer en meer komt dat ook naar voren. Natuurlijk, het misbruik dat daar kan van gemaakt worden, betekent dat we dat wettelijk moeten vastleggen. Dat is. Maar ik zei nooit gewoon aan mensen, wat je ook doet, sterven gaat je. En als stervensmoment aanvoelt, hè, zijt er. Ik heb bijvoorbeeld toen, de moeder van mijn partner is overleden 2 maanden geleden. Hij had enorm schrik van te sterven. Trouwens, en ik zei in het de laatste 12 uur waren erbij. En die ogen begonnen, hè, zo werkelijk te staren, heel hard te staren. En ze wou uit dat bed, ze wou weglopen. Want ze wist dat haar stervensbed was. Ze moest daaruit, ze ging niet. Ze ging altijd maar weglopen. Dus weglopen van de dood tot het bittere einde. Maar was een. Nochtans wist ze dat ze op het einde van haar leven was dat ze ging sterven. Ze had al een paar keer op voorhand gezegd. Maar het moment zelf, van het sterfmoment, was haar instinctief vermogen zo sterk. En dan ineens valt ze stil. Ze wordt rustig. En ze gaat rustig over.
Alles gebeurt in de tijd die daarvoor geschapen is. Niet vroeger, niet later. Wij willen de tijd forceren. Je forceert de tijd nooit. Want de tijd die wij hier kennen is elke seconde tik, 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 tik. En die gaan niet rapper en niet trager. Maar het schrijft altijd voort. Terwijl in de dimensieloos is er geen tijd. Er is geen ruimte. Het is. Ik heb de liefde ervaren. En met dat kan ik de wereld veroveren. En mezelf.